Minister Amaramadin van Volksgezondheid is het er niet mee eens dat er slechts dispensatie verleend zal worden aan personen die volledig gevaccineerd zijn. In de afkondiging van de laatste COVID-19-maatregelen is er aangegeven dat alle individuele dispensatie verstrekt door het kabinet van de president per 31 mei komen te vervallen. En verzoeken voor verlenging slechts worden gehonoreerd indien betrokkenen beschikt over een bewijs van volledige vaccinatie. De bewindsman zegt dat er een rectificatie zal komen. Ik ben bezig met CDS dit op te helderen. Ik ben ook van mening dat je niet, sowieso niet. Feit is, er zijn heel veel dispensaties verstrekt. En de bedoeling is dat de dispensaties zouden eigenlijk moeten stoppen. En dat je dan een nieuw systeem hebt van dispensaties. Je kan het ook niet koppelen aan een vaccinatiestatus, omdat er zijn nog mensen die nog geen toegang hebben tot vaccin. Bijvoorbeeld onder 40 jaar heb je geen toegang. Maar dat geeft niet aan dat ik niet bereid ben. Ik ben misschien 30 jaar, je hebt misschien een 20-jarige jongeman die wel wil vaccineren, maar simpelweg omdat de overheid, zelf de overheid zegt, je mag nog niet vaccineren. Dus dat moeten we even corrigeren. Ik denk dat in de loop van de dag gerectificeerd gaat worden. Minister Amaramadin van Volksgezondheid. In Suriname zijn rond de 55.000 personen gevaccineerd, waarvan iets meer dan 2.000 mensen de volledige dosis hebben gehad. De bewindsman zegt te merken dat de bereidwilligheid van de samenleving om te vaccineren is toegenomen nu de COVID-situatie aan het verergeren is.